Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik zoals jullie zien weer een nail art voor jullie. Deze keer een mythe nail art. De mythe van Hades en Persephone. Heb ik altijd een interessante gevonden. Dus vandaar lijkt me ook wel, ja, ik weet niet. Ik vond hem leuk om op mijn nagels te tekenen. Als je meer foto's wil zien, ook van make-up trouwens, kan je me ook volgen op Instagram. Mijn naam staat hieronder. Laten we nou snel beginnen met de nagels. Ik doe mijn nail art altijd op acrylnagels, want mijn eigen nagels, nou ja, weet je wel, met mijn werk en alles blijven die toch niet heel. Ik buff ze dus eventjes met een buffer om te zorgen dat de, ik wou bijna zeggen lijn, dat de verf dadelijk niet heen en weer glijdt. Je kan ook op je natuurlijke nagels een matte nagellak of topcoat gebruiken eerst. Of eerst nagellak opdoen en dat voorzichtig buffen. Het is maar net hoe je het doet. En ik begin met de achtergrond, dat is met schilderen doorgaans wel het handigst. Ik gebruik goedkope acrylverf, er staat niet eens een merknaam op. En nail art kwastjes van eBay, waarvan ik sommige de kleinste zelf heb bijgeknipt. Gewoon omdat als je nail art doet op je nagels, weet je wel, je hebt zo ongeveer een kwast met 3 haren nodig. Dus ja, dat is ongeveer mijn hele strategie. Verder heb ik weinig echt uit te leggen aan het schilderen. Ik ben zelf ook geen pro, maar begin met de achtergrond. En werk dan met gekleurde vlakken en dan pas de detail. Dus eigenlijk echt van achter naar voren werken, van groot naar klein werken. Zoals je me in dit filmpje ook zal zien doen. En voor wie de legende, mythe, hoe je het ook wil noemen, van Persephone en Hades niet kent. Het is dus een Griekse legende. Persephone die was de dochter van Zeus en Demeter. En die kwam op de een of andere manier uiteindelijk naar, ze werd ontvoerd eigenlijk naar de hel. Want dat gebeurde kennelijk in die dagen. En daar had ze granaatappelzaden. Dus op het moment dat uiteindelijk de moeder, geloof ik, er had, of Hades ervan had overtuigd om haar toch weer te laten gaan. Toen was ze een soort van gebonden aan de onderwereld doordat ze er wat gegeten had. Dus dan weet je dat, als je uit een onderwereld terechtkomt, ga dan in hongerstaking. Kleine tip. Ik verwacht niet dat het ooit gebeurt, maar je snapt het punt. Maar dat had zij dus wel gedaan. Ze had granaatappelzaden gegeten en vervolgens moest ze dus een half jaar terugkeren naar de hel ieder jaar. Dus vandaar, weet je wel, toen kwam er ook het hele verhaal van zomer en winter en lente. Niet in die volgorde, nee. Maar dat ze in de lente en in de zomer op aarde was, daardoor alles groeide en bloeide. En in de herfst ging ze weer terug naar de onderwereld, waardoor alles weer, weet je wel, de bomen weer kaal werden en alles, bloemetjes verdwenen. En dan de winter kwam waarin alles door en droog en nou niet per se droog, maar in ieder geval door en kaal was. Wel een interessant verhaal, weet je wel, gewoon hoe ze dat vroeger de seizoenen uitlegden en alles. Ik bedoel, tegenwoordig hebben we wetenschap en dat soort dingen. En toen hadden ze dat soort verhalen. Eigenlijk vind ik dat soort verhalen wel leuker dan wetenschap. Ik bedoel, er zit gewoon wat meer entertainment in, I suppose. Maar goed, dat is ongeveer het verhaal van Persephone. Er zijn natuurlijk veel langere verhalen over veel langere mythes. Ik raad je ook vooral aan om dat soort dingen, als je dat interessant vindt, zelf op te zoeken. Er zijn hele boeken over, maar ook op Wikipedia kan je al een hele hoop vinden. En het zijn echt wel hele interessante verhalen. Nog een tip trouwens qua schilderen. Als je heel lang, wat je hier dus ook zou gebeuren, stil zit te schilderen op één nagel, dan kan het zijn dat je handen gaan trillen. Gewoon eventjes je vinger optillen, een beetje bewegen. En dan is het vaak weer wat makkelijker om hem stil te houden, want een outline doen terwijl je vingers trillen is niet makkelijk. En ik heb Persephone trouwens gewoon echt als blonde maiden getekend, gewoon zo verschillend mogelijk van de schaduw. Ik had een beetje zoiets van lava, weet je wel, van die half opgedroogde lava. Donker met een beetje oranje rode gloed erheen. Voor de duivel dus, Hades. En aangezien een zwarte outline bij in feite een schaduwfiguur niet heel nuttig is, heeft hij een outline in oranje gekregen, alsof hij een beetje gloeit of zo. En dan de granaatappelzaadjes. Als de hele boel goed droog is, is het tijd voor topcoat. Het volgende wat ik ga doen, kan je zowel met gewone topcoat als met gel topcoat doen. Maar het voordeel wat je met gel topcoat hebt, is dat het niet gaat drogen totdat je het onder de lamp doet, terwijl gewone topcoat wel gaat drogen. Dus als je dit met gewone topcoat doet, dan raad ik je aan om eerst de bovenkant van de nagel boven de granaatappelzaadjes te doen. Dan de glitter toe te voegen, wat ik nu ga doen. En dan pas daarna de hele nagel te topcoaten. Maar ik gebruik een gel nagellak. Deze gaat, als ik hem gecured heb, mat zijn. Dus vandaar ik had alle tijd van de wereld, want het ging toch niet uit zichzelf drogen.
Dus ik heb de hele nagel gelijk een topcoat gedaan en daarna de glitter toegevoegd. En dan hebben we hier het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken en dat jullie het leuk vonden om een verkorte versie van een mythe te horen. Als je het filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button, zou me heel erg helpen. En als je meer wil zien van nail arts af en toe, maar vooral heel veel make-up tutorials en dergelijke, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. 3 keer in de week een nieuw filmpje. Is in ieder geval 9 van de 10 keer de bedoeling. En ja, dat was het voor vandaag. De spullen die ik gebruikt heb, een lijstje kan je onder het filmpje vinden. Geen erg lang lijstje, maar toch. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!